Wat zou er moeten veranderen aan de ontwikkeling van de Surinaamse economie? Oh. Is het tough cookie? Ja, ze moeten. Wat zou er moeten veranderen aan de Surinaamse economie? Het moet veel meer op de wereld georiënteerd worden. We moeten rationeler zijn in veel opzichten. En we moeten een grotere diversiteit aan producten aan de wereld kunnen aanbieden. Dat betekent, omdat we met weinig mensen zijn, dat we hooggeautomatiseerde, hypermoderne productie uitrusting gaan moeten hebben, productieapparaat gaan moeten hebben. Dat en dat alleen. En verder moeten we dus niet primair denken aan fysieke producties. We kunnen ook denken aan andere producties. Een van de belangrijkste producties die wij kunnen gebieden hebben voor Suriname, wat die Suriname aan de wereld te bieden heeft, die niemand anders heeft, dat is je interieur. Het binnenland, de rust die in het binnenland is, de bossen, wat je daar allemaal kan beleven aan stilte. En dat is volgens mij een van de belangrijkste zaken die Suriname nu de moderne wereld te bieden heeft. En dat moet je dus ook op een hele specifieke manier aanpakken. Je gaat het niet met je eigen geld kunnen. Je moet internationale mensen die dus de genieters van de natuur daar naartoe kunnen brengen, die zou je ermee moeten betrekken. Een tweede belangrijke factor die je hier hebt, en die de klimaatstijging, de klimaatsontwikkeling, alleen maar gaat benadrukken, dat is de enorme hoeveelheid water waarover je beschikt. Veilig, schoon water waaruit je allerlei soorten van ander soort water kan maken. En dat water is nog altijd een van de belangrijkste grondstoffen voor vrijwel alle industriële producties. En voor je levensmiddelenindustrie in het bijzonder. Maar de natuurlijke hoeveelheden water zijn enorm die Suriname heeft. En de kosten om ze te zuiveren tot high-grade potable water, dus hoogwaardig drinkwater, of utility water, dus industriewater, die zijn in Suriname, als je het goed organiseert met de moderne technologie, zullen ze redelijk laag en very competitive, zeer concurrerend zijn in de wereld. En omdat je het in grote hoeveelheden hebt, dichtbij een redelijk goede haven, havengebied, ben je dus een heel belangrijk, heel interessant productiegebied. Bovendien kan je dat water ook gebruiken voor je energie. Ja, waterkrachtwerken, we hebben dus die Kawalebo-dammen al geïdentificeerd. Je hebt Katapajai. Je kan een heleboel schone energie maken met waterkrachtwerken. In Suriname. En die kan je dan ook weer gebruiken. En dan heb je tenslotte nog de zon. Die met de nieuwe technologieën van de gebruik van de zon, van de zonnestralen, met wat ze noemen solar thermal towers, nieuwe energie waterstof maken, die ook in de wereld steeds belangrijker gaat worden. Die combinatie daarvan, dus dat je water, je waterstof en je locatie om dat kwijt te kunnen, die zijn ja, die worden steeds meer waard. En ik denk dat als wij daarop gaan kapitaliseren, door met anderen die daar belang bij hebben, te vragen om dit tot ontwikkeling te brengen, samen met het binnenland, wat het binnenland in zijn natuurlijke staat te bieden heeft, dan denk ik dat Suriname daarmee een geweldig goede toekomst tegemoet gaat, ongeacht de opbrengsten die je uit de aardolie gaat krijgen. Dus ik zeg, mijn stelling is, neem die aardolie mee, maar neem het niet als je centrale. Neem het als een bijkomstigheid. Is meegenomen. Want niemand gaat jou kunnen zeggen wat de prijs van die aardolie is nu, over 5 jaar of over 10 jaar. Omdat de functie van aardolie een heel ander wordt. Het wordt dus niet meer de base voor energie. Het wordt de basis voor een heleboel andere dingen. En die gaan bepalen welke prijs je daarvoor krijgt. Maar die prijs zal niet zijn die prominente prijs die het heeft als carrier voor energie. Het zal veel minder zijn. Dus hou daar geweldig goed rekening mee. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.